Ik kom echt overal en daarom was ik afgelopen vrijdag bij een bijeenkomst waar ik volgens mij voor het eerst van mijn leven bekritiseerd werd om het feit dat ik geen stropdas om had. Nou ja, bekritiseerd. Er werd in ieder geval een grapje over gemaakt. Want ik was bij de Rotary in Den Haag. Ik gaf er een praatje over veranderingen in het Nederlands. En ik werd voorafgaand aan die lezing al even aangesproken door meester Ernst Numan. Die is vicepresident van de Hoge Raad. En hij is ook lange tijd voorzitter geweest van het Genootschap Onze Taal. Daar werk ik voor en daar heb ik voor gewerkt. Vandaar dat ik hem een beetje kende. En hij wees me erop dat hij nu in het nieuwe nummer van Onze Taal een artikeltje had geschreven waarin hij uiteenzet dat hij het niet eens is met de manier waarop allerlei mensen anders gebruiken. Dus een rechter die hem schrijft, zij bleken allebei een andere visie te hebben. Ze bleken allebei een andere visie te hebben. Volgens die rechter en volgens mij betekent dat A en B. A had een mening, B had een mening. Die verschilde van de mening van A. Maar volgens Numan kan het eigenlijk alleen maar betekenen, ze hadden allebei een andere mening dan iemand anders. Zij hadden misschien onderling wel dezelfde mening, maar hij verschilde van de mening van iemand anders. Hoe komt meneer Numan daarop? Is het onlogisch? Nee, hij wijst erop dat in Van Dalen al lang een definitie wordt gegeven verschillend in hoedanigheden in eigenschap. Die definitie bestaat dus al lange tijd en het is gewoon een kwestie van definitie. Er is niets eigens aan de betekenis van het woord anders. Dat betekent niet zomaar van zichzelf iets. Dat is een betekenis die wij eraan geven aan dat woord. Dus logica is het niet. Gaat het dan in tegen autoriteit? Nou ja, Van Dalen die zegt dus, die keurt dit dus al eigenlijk goed. En meneer Numan is weliswaar vice-president van de Hoge Raad. Dus hij heeft veel voor het zeggen, maar in taalzaken niet. Dus autoriteiten die zwijgen er eigenlijk allemaal over. En voor zover er iets over gezegd wordt, wordt het zelfs eigenlijk nog goedgekeurd. Het is dus een heel wonderlijk voorbeeld van hoe mensen eigen normen hebben. Hoe mensen denken dat een bepaald woord, zoals zij aanvoelen dat het betekent, dat dat ook zo moet zijn en blijven. Want het is ook nog eens een keer een heel oude vorm. Dus Numan lijkt dat te erkennen. In het begin van zijn stukje zegt hij, ja, in de rubriek taalergernissen van het blad Onze Taal stelde een zekere Simon Mulders het al in 2013 aan de orde. Maar ja, dan denk je, ja, 2013, dat is nog dat is 2 jaar geleden. Dus dat is korte tijd genoeg voor een mode. Maar je kunt heel eenvoudig, je hoeft geen taalkundige te zijn, je kunt heel eenvoudig zelf controleren dat het al veel ouder is. Je gaat naar de krantensite delver.nl, waar heel veel oude Nederlandse kranten zijn gedigitaliseerd. En binnen een paar seconden heb je al oudere vindplaatsen gevonden. Bijvoorbeeld als je intikt allebei wat anders, dan vind je al meteen bovenaan een citaat uit de Telegraaf, niet van 2013, maar van 1913. Lang voordat wij allemaal geboren werden, stond dus al in de krant, ze willen allebei wat anders, waarbij bedoeld werd, A wilde iets anders dan B, wilde iets dat verschilde van wat B wilde. Zo moet ik het zeggen voor meneer Numan. Dus het is ook nog eens een keer iets wat al heel lang op die manier gezegd wordt. Er is kortom geen enkele grond voor deze signalering. Er is geen enkele grond om hierover op te winden. Het is iets dat er al heel lang is. Het is iets wat niemand in de weg staat. Ja, het kan verwarring opleveren, maar alles wat je zegt kan verwarring opleveren. Het is alsof je doet, alsof het heel raar is dat iemand anno 2015 op een bloedhete dag geen stropdas om heeft.